Dank u wel, voorzitter. Dank voor het woord. En toen ik vanmorgen hier binnenkwam en iemand ontmoette en die aangaf van vandaag is ook de verkiezing van de lijsttrekker. Dat wordt nog spannend. Toen realiseerde ik me ineens dat ik niet twee toespraken meegenomen had. Voor het geval dat het helemaal anders zou uitpakken als dat we nu hebben gelukkig hebben mogen zien. Voorzitter, ik wil beginnen natuurlijk het hoofdbestuur hartelijk dank te zeggen voor het vertrouwen dat er is uitgesproken. Ook met de kandidaatstelling en de vergadering. Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u ook hebt getoond of uitgesproken bij deze verkiezing. En heel vaak kom ik mensen tegen die vragen hoe is dat nou om dat werk te mogen doen in de Eerste Kamer. En dan heb ik eigenlijk meestal de volgende zin. Ik vind het een verwaardiging om dit werk te mogen doen. Maar ik vind het ook nog heel mooi, heel leuk om te doen. En waarom? Nou, die verwaardiging, voorzitter, heeft vooral te maken met de verwondering over dat je inderdaad deze plaats hebt mogen krijgen. Wie ben ik? Wat is mijn huis? En hoe zullen we dit werk ooit goed mogen doen en kunnen doen? Maar het is ook heel mooi om te doen, want het is het werk in een hele hoffelijke omgeving, maar ook heel inhoudelijk. En daar genieten ik echt enorm van. Vanuit misschien wel mijn persoonlijke handelsmerk, namelijk relatie leggen met alle mensen in je directe omgeving. Dat betekent, sorry voor het woord, maar soms met de gekste partijen probeer je toch het contact te hebben, contacten te onderhouden. Niet als een trucje, maar omdat we werkelijk geïnteresseerd zijn ook in het gedachtegoed van andere mensen. Bovendien gaat het altijd ook in het gesprek en in debatten over contacten met mensen. Mensen met een ziel. En misschien kunnen wij als christenpolitici daar ook een bijzondere plek in nemen door iets uit te stralen van dat we oog hebben voor iedereen. Voorzitter, in het werk in de Eerste Kamer ligt onze focus natuurlijk op de belangrijke SGP-thema's. Zoals het, kort gezegd, niet waar we allemaal teugen zijn, maar juist waar we voor zijn. Voor het leven. Voor Israël. Voor het gezin. En ik doe dat werk trouwens heel graag samen met mijn collega Diederik van Dijk, die hier ook is. En van tevoren zei de voorzitter, ik weet niet of er wel eens geapplaudisseerd wordt in de vergadering, maar zojuist is dat gebeurd. Mijn collega zou ook best een kleine applaus hebben. Want voorzitter, wij zijn heel erg goed op elkaar ingespeeld. En we, het is een zegen om samen met Diederik dit werk te mogen doen. En samen werken we aan deze enorme taak en we weten ons ook gesteund door onze collega's aan de overkant, Kees van der Staaij, Chris Stoffer en Roelof Bisschop. En ja, zij dan ook maar even. Wij leren van elkaar, we steunen elkaar en soms discussiëren we ook stevig met elkaar. Maar bovenal werken we vanuit hetzelfde Bijbelse kader. En waarom? Omdat Gods geboden heilzaam zijn voor het geheel van onze samenleving. En voorzitter, en dan sluit ik af, vanuit de rustgevende overtuiging dat de Heere regeert. Ik moet heel vaak denken aan het kleine papiertje dat voor in mijn Bijbel zit. Ik heb het al vaker gezegd. Een toelichting van Spurgeon op Psalm 93. En ook bij het zingen van de beginpsalm moest ik er weer aan denken, dominee Mulder. Maar Spurgeon zegt daar, wat er zich ook afspeelt onder de wolken. Daarboven troont God in opperste rust. Beste vrienden, dat geeft ontspanning en dat biedt perspectief. Voorzitter, dank u wel.